In de oven. Oh man. Hallo! Kijkers van het Groene Uur. Hallo! Of kijker. Kijker. We gaan weer een keertje live. Ja, ja, leek je dat wat? Zo niet, dan hoeven we het niet te weten, want we maken alleen maar positief. En dan maakt het niet uit, want misschien tegen de tijd dat je dit gekeken hebt, hebben we het al gedaan. Hey, leuk dat je kijkt. Ja, leuk. Naar je vrienden. Of ons in ieder geval aangezet en dan ergens anders naar kijkt. Maar ja, goed, in ieder geval ons die view geeft. Dat is allemaal views. Wij zijn TJ. Wij zijn TJ en Dennis. Dat had je kunnen zeggen. Dat had gewoon kunnen. Maar had je met mij moeten beginnen. Wij zijn Dennis DJ en wij staan beter bekend als The School of Villains. Ik ben Dennis, dat is DJ. Ik ben Dennis. En, ik ben DJ. Welkom dus bij The School of Villains. Fijn. Dus abonneren op ons YouTube kanaal. Daar als je ons leuk vindt. Ja. Volg ons op Instagram, Facebook. En vandaag gaan we wederom iets pittigs eten, proeven, beoordelen en eigenlijk allemaal reviewen. Dingen. Krijg ik een cadeau van TJ? Ik krijg een cadeau van mij. Okay. Maar we gaan het dus beoordelen op drie verschillende punten. Drie stuks. Hoe pittig is het? Wat is de smaak? Wat vinden wij van de smaak? Ja. En hoeveel gaan we ergens weten? Met een beetje mazzel heb je ook nog een bonus rating, dus de snotrekening. Zo. Maar. Snotrekening. Ik heb een cadeautje van Dennis. Oké, wat dan? Wil je het zien? Ja. Ja, oké. Goed, tada! Grappig, dit is een theedoek. Oké. Okay. Ik ga het voorstellen. Oké. Zijn jullie klaar voor? Nee. Huh? Oké. Okay. Kijk erin. En erin. Is het saus? Ja, sowieso. Wist ik. Ik ben echt benieuwd naar dit. Je ziet echt nog niks. Nou trouwens. Nee, je ziet saus. Echt niks. Oké. Okay. Mooi hè? Ja, het label zit wel scheef. Alright, so this is the 6 Heat Bird's Eye Hot Sauce by the 6 Heat Pepper Company in Canada. Canada? Oh, the prawn angles. Canada. Thank you very much for sending us this hot sauce. Deze saus komt dus uit Canada. Ja. Heel veel andere sauzen kun je dus gewoon in Nederland kopen bij onze vrienden van DekkerPepper.nl. Hier zie je de euro. Gebruik onze kortingscode SV15, letter S, letter V, cijfer 1, cijfer 5. Voor 15% korting op de hele bestelling. Dit is gewoon gratis geld. Niet 10, niet 20. 15, vinden we mooi. Ja, leuk. Wat is Bird Eye? Bird Eye is een Afrikaanse peper. Okay. Die begint groen, daarna kleurt die langzaam rood tot paars. 8 tot 10 centimeter lang en heeft een gemiddelde Scoville Heat Unit. Rating tussen de 100 en de 175.000 Scoville Heat Units. Waar is dat, Dennis? Laat het ons zien. Hier. Zo. Precies goed weer. Ingrediënten. Red bell peppers, apple cider vinegar, lemon juice, onions, garlic, dried chilies, sea salt, staat ook spices, gewoon in het Frans op, hè? Herbs en xanthan gum. Poivron rouge, vinaigre, de chine de pomme, jus de citron, oignon, ei de piment séché. C'est de mer, épices, herbes, gondé, Erb. Oui, oui, le vache gris. Hey! Beetje gek. Kibbeling. Ik weet niet waar dit ineens vandaan kwam. Maar goed. Dat dus. Ik ben benieuwd. Oké. Okay. Signature dried chili blend, balanced with zest and rich spices. All in one killer recipe. Simple, bold, delicious. Ik vind de verwachtingen worden wel... Oeh, Ik kan hij niet open. Zo, ik ben blij dat jij dit doet. Zo, anders ik niet. Ik had gewoon mijn kop eraf moeten slaan, denk ik. Chabreren. Chabreren? Ja, chabreren. Schudden. Schudden met flash. Oké, ik ben echt benieuwd. Ja, ik ook. Dit bedrijf heeft ons dus een saus opgestuurd uit Canada om te reviewen. Nou, dan moet je wel heel erg veel vertrouwen hebben in je product. Zo. Lekker. Ja, maar ruik maar. Ja, ik ruik iets gerookt. Je moet toch hebben schenken? Nee, ik wil echt. Oké, deze geeft tenminste een heads up voordat je je hele lepel kan weggooien. Ja. Dit is een beetje vloeizaam. Ja. Oh, mooi.
willen tot het randje. Nou, proost. Ik ga niet bij jou in de buurt komen, want dan ga ik kneuien. Lekker. Ja, is gewoon weer lekker. Maar wat jij zegt, hij heeft een beetje een chipotle-achtig... Dat, dit is precies wat ik bedoel. Hij is in het proces is daar iets op zijn middenwingen gerookt. Ja. En... Een joint misschien. Wow, dat is heel lekker. Ja. Voor de mensen die onze video's wel eens bekijken, wij vinden dat chipotle wel lekker. Ja, dat klopt. Lekker, lekker. Ja, je kan hier niet weinig van opdoen. Het oh. Dat kan wel, maar niet zonder een bordje eronder. Sowieso niet zonder. Ik probeer het ja. Niet te knippen. En deze, hij heeft wel echt een pitje ook. Ja, lekker. Ja. Dit niveau qua pittigheid jouw favoriet is. Ja, maar ook dat dan haal ik het meeste smaak ook uit uit saus. Er gebeurt nog het meeste. Potverdorie, lekker sausje. Als we even een tip mogen geven aan dekkerpijpen.nl en Heat Supply. Deze moet je kopen. Ja. Mag ik beginnen? Ja, mag ik beginnen. Mooi, want we hebben niet zoveel tijd meer. Qua smaak, ja, ik heb de vorige 9,5 gegeven. Dat ga ik weer doen. Ja, dat mag. Ja, een 9,5 voor de smaak. Waarom? Hele smaakvolle saus. Zonder te veel poespas. Ja, ik proef toch ergens wel een zoetje erin. Ja, ik zit ook. Maar het is geen fruitzoetje. Maar hij is gewoon heel goed uitgebalanceerd, het recept. Het recept is gewoon heel goed. Ja. Mix is heel erg overheersend ofzo. Ja, ik vind het hartige, het zoutige, dat vind ik gewoon sowieso heel lekker. Ja. En dat gerookte. Maar dus ja, jij was aan het worden, sorry. Ja, dus... 9. 9,5 voor de smaak. Dus, ja, gewoon echt een hele goede smaak. Pittigheid een 2. 2,5. Ja, zeker pittig. En zweetrating 1,5. Ik voel iets vochtigheid. Absoluut de moeite waard. Echt een goede, lekkere saus. Ik jij mag. Ben echt heel erg eens met jou. Ik ga voor 9,3 voor de smaak. Echt heel lekker. Ja. Dit is voor mij... Je hebt net verloren met de rock, paper, scissors voor die andere saus. Ja. Mag jij deze meenemen? Hè? Yes. Heb je eigenlijk de beste gewonnen, want deze geeft je hoger. Ja, zie je dat? Ik kan je beter verliezen op een goede moment. Hè? Soms als je verliest, win je. Ja, dat. Pittigheid. Een 3,1. Ik zit iets hoger dan hij, maar er gebeurt wel meer dan ja, dat heb je niet gezien. 3,1 voor de pittigheid en zweet en 1,5. Er gebeurt wel iets, maar ik vind dit is gewoon de basis, nou, de basis hot sauce, maar dan lekker, ja. Zeg maar. Er gebeurt niet heel veel gekke dingen, alleen dat gerookte en dat wat je zegt daarna, dat zoetige wat erin zit, ik vind het helemaal top. Ik ben blij mee. Ja, snap ik. Inderdaad, echt een hele goede, lekkere saus. Ik ben er ook heel blij mee. Blij dat jij er blij mee bent en blij dat jij mee naar huis bent. Wij zijn twee blije eieren. Oh. En het is net paas geweest. Ja, dus dat is mooi. Goed. Fijn, leuk dat je keek, abonneren en tot volgende keer. Stay spicy. Nee, dit is onze beoordeling. Ja. Super leuk dat je keek. Nogmaals, mocht je deze saus willen bestellen, kan je naar in de omschrijving naar een website. Ja. Thank you again for selling us this hot sauce. It was a real addition to our life. Really. Really happy with it. Wil je meer van deze content zien en een berichtje krijgen wanneer wij iets nieuws plaatsen? Abonneer op ons kanaal. Even op het belletje drukken. Is gratis. Is gratis toch? Geef ons een like op Facebook, Instagram. TikTok-tovenaar. Bedankt voor het kijken. Tot volgende keer. En vergeet niet. Stay spicy. Doei.